Waar ga je eindigen? Aan de overkant. Dat hoop ik ook voor je. Blaas, jongen. Blazen. Nee. Dit gebeurt al jaren zo. Mijn moeder is er heel goed in geworden. Ik hoop het top 10, maar we gaan zien. Oh, jij bent een snelle. Ja, nou ja, ik hoop het. Ik sta hier op het strand van Vlissingen. Vandaag is namelijk de Scheldebeker. En dit is de zeezwemwedstrijd die helemaal van Vlissingen naar Breskes gaat. 2014 was de laatste editie en daarvoor is het ruim 50 jaar niet geweest. Het is een ontzettend bijzonder evenement. En de familie Brink doet mee. En ze zijn een beetje zenuwachtig, dus ik laat ze een beetje met rust. Maar vorige week ging ik al bij ze langs tijdens een training in Westkapelle. En dit zijn ze dan met dochter Celine, vader Jan, met Consuela als zorgzame moeder en hun sportieve zoon Guido. En zij zijn allemaal dol op zeezwemmen. Ja, ik ben totaal niet opgegroeid met water, dus ik heb geen idee hoe dat is. En daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Nou, daar komt de familie Brinks aan. Consuela, daar ben je. Hey, wat gaan jullie zo meteen hier doen? Wij gaan een tochtje zwemmen van Westkapelle naar Zoutelanden. Lekker in de zee. Helaas vandaag niet zoveel golven, maar ja, lekker zonnetje erbij. Heerlijk. Je wilt graag golven? Ja, dat is wel het leukste. Een beetje vechten tegen de elementen. Ben je er ook klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Ja hoor. En ben jij de snelste? Van ons vieren ben ik nog steeds de snelste, ja. Nog steeds? Word je ingehaald? Ja, ik weet het niet. Als ze gaan trainen, ze zijn jonger, in ieder geval Celine en Guido. Dan zouden ze in theorie mij ooit wel een keer voorbij moeten gaan steken, ja. Ja, ze staat druk op. Ja, nogal. Nee hoor, het is gewoon, voor mij in ieder geval gewoon plezier en... niet al te veel druk. Gewoon lekker met z'n allen lekker zwemmen. Jij zei dat je echt een megakwal had gezien. Ja, soms dan zit je wel eens met je ogen open onder water te kijken. En dan zie je wel echt een joekel van een kwal voorbij komen af en toe. Maar, hoe groot was die? Ja, ik denk wel echt een halve meter of zo. Echt een flinke. Maar die zie je niet heel vaak. Dat is echt... die kom je echt maar één keer per 3 kilometer tegen of zo. Zijn we dan? Ja, we staan op het strand. Een uur voor de start van de Scheldebeker 2022. Ben je zenuwachtig? Nou, een beetje gezonde wedstrijdspanning, dat is altijd goed, hè? Ben je nog ergens bang voor? Ik ben bang voor zeehonden. En ik ben bang voor kwallen. Maar zeehonden? Kom je die onderweg tegen, ja? Ja, soms hebben wij wel eens, dan zwemt er eentje een stukje met ons mee. We komen langs een zandbank, dus daar liggen er misschien wel een paar. Ook wel gaaf, toch? Van een afstand is het heel gaaf, ja. Maar ze moeten niet te dichtbij komen. Maar is het de stroming mee, tegen? Hoe gaat het straks, denk je? Geen stroom mee en geen stroom tegen. En je ziet 3 keer niks? Ja, je ziet alleen maar water, dus... Heb je er wel zin in? Ja, heel erg. Hey, ik heb één prangende vraag. Ik weet niet of je naar het toilet bent geweest, maar wat doe je nou als nummer 2 komt onderweg? Als nummer 2 komt onderweg, ja, dan hou je het gewoon op. Zwem je niet harder door? Nee, ja, dat is dan maar zo. Maar ik ga het niet. Zo fanatiek ben ik ook weer niet. Nee, laat je hem niet lopen. Nee. En nummer 1? Die wel. Ik wens jou heel veel succes. Ik zie je aan de overkant. Dankjewel. Dat gaat zeker goed komen. Nou, het gaat zo beginnen. De mensen achter mij zijn al een beetje aan het verzamelen. Iedereen start natuurlijk vanuit het water. Je merkt wel dat iedereen lichtelijk nerveus is vanwege de flinke wind die vandaag toch al staat. En ik weet niet, ik heb het hier op het strand al een beetje koud. Dus ik moet er niet aan denken om zo in het water te liggen. Maar, succes hè! Dankjewel. Tot straks! De familie is er in ieder geval klaar voor.
roerritje al in de boot. Ja, ja. Hoe denk je dat de zwemmers het hebben? Het is ongelooflijk. In die 6 keer heb ik het niet meegemaakt dat het zo rumoerig was, het water. Zo sterke stromingen en golfslag. Het is vechten tegen de natuurelementen. Hè? Dus je moet goed getraind zijn. Dat waren wij vroeger ook, maar op een andere manier. Maar we deden het toch maar. Dat de organisatie dat voor elkaar heeft gekregen, nou, dat vind ik eigenlijk geweldig. Want voor hetzelfde geld, bloeit het dood dit. Maar ik denk dat ze toch 1 keer in de 5 jaar het wel voor elkaar krijgen om die scheepvaart toch dan weer stil te leggen. Toen bij ons, je had iemand bij je. Nu zijn er ook veel hulpverleners als het niet goed gaat. Maar ieder had zijn eigen bootje. En dat gaf toch een heleboel een grote veiligheid, vond ik. Hier gaan zeeën. Wat vind ik hier al? Vijfde? Ja, vijfde. Ik moet er even bij komen. Dat is een beetje hobbelig onderweg. En drinken hoeft die ook niet mee te nemen. Zo, zoveel water in geslikt, hè? Ja? Lekker, lekker zout bekkie nou. Oh, zo. Ik ga zo aan de spekkies. Als je zo kijkt, is het maar een klein stukje, hè? Ja, maar flinke golven, dat merkten wij ook al onderweg. Ja, plekje beter dan 8 jaar geleden. Dus nog 5 jaar en dan... Nee. Dan ga je voor nummer 1. Ja, nog 5 keer. Nee, hoor. Ja, maar toch hoger dan wat je verwacht had. Ja, nou ja, top 10 had ik verwacht. Dus, En de rennen ging ook goed? Ja, geen kramp. Dus het is allemaal positief. Nou, kijken of de rest van de familie aankomt, hè. Welke plaats je hebt? Ik heb geen idee. Tijd? Ook niet. Oh, wacht. Tijd. Ik heb nu... Even wachten hoor. 1,56. Min 2 minuten. Oké. 1,54. Daar doen we het voor. Hoe ging het? Nou ja, ik heb het gehaald. Dus goed hè. Onder de 2 uur. En voor mijn zus. Net. Die zaten vlak achter elkaar. Ja, ik zag haar daar zo in het water. En toen dacht ik van, ik moet nog even een sprintje trekken. Want daar moet ik wel even voor zijn natuurlijk. Nee, om achter je 6 eindigen, dat is een no-go? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat gaan we niet doen. Ik dacht wel dat hij voor me zou eindigen. En ik dacht, met rennen, dan loopt hij me er sowieso uit. Dus ja. Je hebt goede tijd neergezet, toch? Ja, zeker. Weet je tijd? Nee, maar dat maakt niet uit. Je hebt het gehaald en daar gaat het om. Ja, zeker. Daar ben ik blij mee. Hoewel ik geen fanatieke zwemmer ben, is dit toch wel heel erg gaaf. Zo dat aankomen bij de finish, uit het water rennen, aangemoedigd worden door al die mensen hier. Ja, toch wel heel erg cool. Nou, wie weet wordt het over 5 jaar weer georganiseerd. Zal wel heel erg tof zijn natuurlijk. Dus we gaan erop hopen. Doei doei!